Dames en heren, goedemorgen. Welkom vanuit Veendam, want daar ben ik nu. Een plaats ongeveer 20 kilometer ten zuidwesten van Winschoten. Ik ben nu even aan het rondkijken. Ja, het weer is wat minder dan vorige week, maar goed, het is in ieder geval wel droog. En laten we hopen dat dat ook de rest van de dag zo blijft. Ik ga even wat rondkijken in het centrum en zo. Ik ben nu op het Museumplein en ik sta nu even kijken. Oh, is dat grappig? Ik sta nou voor een museum. Ook toevallig, wist ik niet eens. Ben je eigenlijk nog nooit geweest in Veendam? Even kijken. Veenkoloniaal Museum. Nou. Kunnen we gelijk eventjes een museum gaan bezoeken. Het weer is toch niet zo denderend. Het zou wel droog blijven tot ver in de avond. Tenminste, dat zijn de voorspellingen. Maar goed, dat weet je toch nooit. Ja, nou, dat is toevallig. Dat ben ik weer. Ik kom in een plaats waar ik nog nooit ben geweest. En ik denk, goh, waar moet ik nou eens gaan beginnen? En ik sta gelijk voor een museum. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Dus daar gaan we zo dadelijk even naartoe. Eerst maar eventjes wat hier rondkijken. Even een bakje doen, eventueel. Want dat wilde ik eigenlijk een stukje terug gaan doen, maar die bleek al gesloten, bleek nog gesloten te zijn. Maar goed, eerst maar het centrum een beetje verkennen en kijken waar we verder nog heen kunnen. Oh ja, dat is ook wel weer goed om te weten dat Veendam nog net in Drenthe ligt. Althans, als ik het museum de Veenkolonie mag geloven, is Veendam nog net in Drenthe. Maar goed, dat moet ik zo even opzoeken, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, het is in ieder geval een leuke plaats om even rond te kijken straks naar het museum. Nog een kerkje. Even kijken wat daar is. Misschien ook een museum, wie zal het zeggen? Want dat museum waar ik net was, ik dacht echt dat dat een kerk was. Maar goed, dat blijkt een museum te zijn. Oh ja, dus, vanuit de Tweede Wereldoorlog, wat ik zo zie. Dat even laten zien. En herinneren deze Veendammers die alleen gaven in de oorlogsjaren 1940-1945. Nou, ook heel indrukwekkend. Ja, ja. Nou, hier dan namen van wat verzetstrijders. Heel indrukwekkend natuurlijk. En ja, hier ook een herdenkingsbeeld aan hen die vielen voor onze vrijheid.
Nou, dat was dan een tijdstip van 11 uur. Tot zover deze video vanuit Veendam.